Ik ben Lijn Gijsler, ik werk bij Touw en ik sta hier vandaag op de Waterinfodag. Ik ben klimaatadviseur bij Touw en ik doe ook heel veel dingen met innovaties. En ik heb vandaag twee presentaties gehouden en één presentatie was op het stresstestplein. En eigenlijk het verhaal wat ik daar heb gehouden was de manier hoe wij als Touw advies geven rondom stresstesten. En bij ons is stresstest echt duidelijk een middel om uiteindelijk te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving. En het is geen doel op zichzelf. Dus iets waar wij als Touw goed in zijn, is eigenlijk de verschillende abstractieniveaus. Om daarop te kunnen denken en de verschillende belangen van de stakeholders die bij elkaar te brengen. Uiteindelijk echt dat dialoog aan te gaan. En uiteindelijk van een stresstest, wat een middel is, te komen tot een klimaatrobuuste inrichting. En het niet puur te zien vanuit de techniek, wat nou zo'n stresstest inhoudt en hoe goed die nou werkt. Maar echt wat je nou uiteindelijk wil bereiken en wat zo'n stresstest in een groter proces kan betekenen. Nou, we hebben dat op basis van onze eigen stresstesten gedaan. Nu hebben we het eigenlijk in een nieuw jasje gegoten, maar we gebruiken nog steeds dezelfde redenering. En dat doen we op basis van Tiron. En in Tiron is het heel goed mogelijk om te schakelen tussen de verschillende niveaus en te schakelen tussen de verschillende belangen en te schakelen tussen de verschillende fases. Op het moment dat je kijkt naar een hele stad is het handig om geaggregeerd op een wijkniveau een soort van score te hebben hoe jouw wijk reageert op het moment dat je het hebt over stresstesten. En dat schakelen tussen al die verschillende fases is iets waarom wij dan denken van nou, dit is voor ons een hele mooie richting. Om hetzelfde type advies en vertrouwde redeneringen nog steeds te kunnen hanteren alleen met een ander instrument.